En ook een mooiste liedje, jongens. Dit is het mooiste liedje ooit gemaakt. Ja. Proberen we weer, hè? Ja, absoluut. Ze zeggen dat elk liedje moet aangespoeld en mooier zijn dan de andere. Maar dat is altijd de vraag. Als hij dit nooit gehoord hebt, dan heeft hij alles gemist. Nieuw liedje, Joop. Heb je dat nooit gehoord? Heb ik dat nooit gehoord, nee. Maar Joop had ook een liedje geschreven natuurlijk. En hij vroeg ons altijd wel eens van... hoe kan dat nou dat je een liedje schrijft? Huh? Ja, je wordt ergens door geïnspireerd. Huh? En eigenlijk is het dat meestal mensen, voor mij. Ja. Nou, ik ga vandaag proberen een liedje te zingen voor iemand waardoor ik geïnspireerd word. Veel mooier dan de woorden van mijn lied. Een liever mens zag ik tot nu toe zo nog niet. Zo eenvoudig en toch weer zo uniek. Even voor mijn muziek. Even voor mijn deuntje in de margen. Mooier dan de mooiste, de grootste symfonie. Als ik kon zingen wat ik in ons zie, zong ik toch eens nog eens mijn mooiste melodie. Zo eenvoudig en toch weer zo uniek. Even voor mij. Muziek, even voor mij, mijn deuntje in de margen, mooier dan de mooiste, de grootste symfonie. Even mijn, het blije in het boze, het sterke in het broze, mijn mooiste melodie. Als ik kon zeggen van mens tot mens, wie voor mijn bent, misschien zing ik het. De melodie, het sterke in het broze, mijn mooiste melodie. Dankjewel.